onderzoek. Tot slot onze vier betrokkenen over de ziekte en het ziekenhuis. Wat ik wil, is dat je de kwaliteit van leven van een patiënt met kanker zo goed mogelijk maakt. Dat is één. En natuurlijk is de kwaliteit het beste als je iemand genezen hebt. Vanzelfsprekend. Maar ten koste van alles, en dus ook de kwaliteit van leven, altijd maar kanker bestrijden, dat moet het doel niet wezen. Ik ben nu op mijn plek in het NKI-AVL vanwege de puur oncologische zorg die hier gegeven wordt. Er werken hier gemotiveerde mensen die allemaal die specialisten oncologieopleiding gevolgd hebben of bezig zijn die opleiding te volgen. Teamgeest vind je hier zeker terug en de mogelijkheid voor humor tijdens het werk is zeker aanwezig en is juist wel heel belangrijk hier. En verder, wat voor mijzelf heel erg belangrijk is dat het een klein ziekenhuis is waar je snel mensen leert kennen en je ook heel snel thuis voelt. En zelf ben ik heel erg geïntrigeerd in hoe het gereguleerd, hoe cellen delen, cellen beslissen of ze wel of niet gaan delen. En nu is het vaak zo dat genen die bij het ene proces een rol spelen, ook een rol spelen bij een ander proces. En juist binnen het NKI-AVL zijn er zoveel onderzoekers geïnteresseerd in allerlei aspecten van kanker, dat je heel snel krijgt is dat het de vinding bij de een ook gevolgen heeft in een systeem wat iemand anders bestudeert. En doordat we heel erg nauw met elkaar in contact staan, kun je heel snel tot deze nieuwe inzichten komen. Kanker is voor mij persoonlijk een omslag in mijn leven geweest. Ik ben nooit ziek geweest. En plotseling hoor je dat, dat je toch behoorlijk aan de beurt bent. En dat, dat maakt je leven anders. En je begint tegen heel veel dingen begin je anders aan te kijken. En je bent ontzettend blij als het je gegeven is om een tijd door te gaan. En dat geldt voor mij persoonlijk. Geldt dat in hoge mate, want het zag er niet best uit. En dankzij dit ziekenhuis heb ik de mogelijkheden om gelukkig weer verder te kunnen leven. Het Nederlands Kankerinstituut en Antonie van Leeuwenhoek Ziekenhuis, waar zorg en onderzoek elkaar versterken. Dag en nacht. The Netherlands Cancer Institute and Antonie van Leeuwenhoek Hospital form a unique combination in the Netherlands. Here, only patients with cancer are treated. This is the center specialized in the treatment of breast cancer and melanoma. It is an important center for screenings and for second opinions. The hospital also plays a crucial role in the education of oncology nurses. The work here is done efficiently thanks to the multidisciplinary approach in a modern state-of-the-art hospital. The Netherlands Cancer Institute is a leading research institute with a highly respected reputation worldwide. New treatment methods were developed here that have been adopted by other hospitals. There's a lot of expertise in the area of cancer genetics, and here they develop new tools for DNA diagnostics, which are recognized as revolutionary all over the world. They all come through this revolving door every day. Patients, visitors, nurses, doctors, professors, scientists, medical specialists, and support personnel. An average of 100,000 patients a year visit the outpatient clinic. This is the Netherlands Cancer Institute Antonie van Leeuwenhoek Hospital. One of the patients to come through the revolving door is Ben Corridon from Naarden. Ik had in eerste instantie buikklachten. Ik ben toen terechtgekomen bij het ziekenhuis in Hilversum. En daar werd geconstateerd dat ik een vrij grote tumor in mijn darm had. Met vermoedelijk ook al uitzaaiingen naar andere delen van mijn lichaam. De huisarts heeft toen in overleg.